Zijn we weer, blauwe Six, naar het einddoel. Het einddoel is dat hij weer prima rijdt straks. Motorblokjes gedaan, remleidingen zijn gedaan, we gaan hem nu even afvullen. Hij is nu nog leeg, er zit helemaal geen remolie in, volgens mij. Ik weet niet eens of jullie dat kunnen zien. Maar we gaan hem bijvullen en dan gaan we beginnen met ontluchten. Even kijken, ja, jullie zien dat nog net. Nou, remolie erin. Niet te vol. Gaan we kijken wat hij doet. Je ziet wat kleine belletjes omhoog komen, maar er gebeurt nog niet zoveel. Sterker nog, er gebeurt niks. Nou is dat niet zo'n drama. Oké, wat ik nou ga doen is een paar keer inknijpen, inhouden. Remhendel dicht zetten, aan laten zuigen, een paar keer opknijpen, open doen, dicht zetten, aan laten zuigen. Daar komt een luchtbel boven. Dan ging de olie er bijna uit. Nu snap je ook waarom ik de tank er niet op heb zitten. Dat gaat nou nog steeds. Komen de belletjes boven. Daar waar belletjes boven komen, betekent dat er olie voor in de plaats komt. Olie is zwaarder dan lucht. Dus helaas, tijd erover. Blijven bewegen. Aanknijpen, even loslaten en dan gaat hij weer. Oh ja, ik moet de remhendels van dit lelijke ding ook nog vervangen. Of de handvat, want dat vind ik niks. Nou, er gebeurt nog niet veel. En voordat je het weet, heb je het filmpje vol. Nou moet er toch echt wel wat gaan gebeuren. Dat doet hij dus niet. Nou, dan gaan we de volgende stap doen. Even kijken, ik heb 12 nodig. En een doekje, nummertje 12. Sorry. Nou. Gaan we losdraaien. Sorry. Schoonmaken. En nou lekt het eruit. Dus nou heeft hij gespoten. Wat je doet is eigenlijk boven ontluchten. Ik heb er weinig fiducie in dat dit gaat lukken. Nou zit het toevallig bij een CX hieronder nog zo'n fijne aftappluggetje. En dat is een steeksleuteltje 10. Ga ik daar maar eens even mee rommelen. Dat kan ik voor jullie even niet op de film zetten, jammer genoeg. Maar dan gaan we eens even kijken wat dat doet. Ja, dan loopt de olie er wel uit. Dan is het de schone olie. En we gaan even kijken. Hij zuigt wel aan, maar niet voldoende, want ik hoor hem ratelen, reutelen. Ja. Hij is nog steeds aan het bijvullen, dus ik zet deze even terug. Dit heeft geen nut. Die zit ook vast. Dan is er nog een andere optie. Zit vast. Gelijk even schoonmaken. Eventjes eraf vegen.
En straks de siliconenspray even nabehandelen. Vind ik wel zo netjes. Zo, gaan we eventjes een ander trucje doen. Gaan we kijken of dat helpt. Ja, zuigen, maar dat gaan we even niet doen. Even kijken, er zit nog wel in. Nou, dat gaat hem niet worden. Even kijken, waar heb ik mijn gereedschap gelaten? Ik had een paar van die dingen moeten bestellen, maar het lijkt er aardig op. Waar is dat? Even kijken. Kijk, een grote spuit. Een grote spuit, jazeker. En die stop ik hierin. Draai die los. En dan zuigen we aan. En dan hebben we al gelijk in de gaten waar die lekt. Want dat is op het schroefje. Gaan we ook eventjes naar kijken. Hoe of wat. Is die open? Ja, die is open. En om hem dan even te helpen, doe ik een klein beetje kopervet. We horen hem wel. En ik vermoed dat ik nog een ander probleem heb. Ik hoor duidelijk wat sis hier. Dat betekent dat ik het nooit voor elkaar krijg. Maar waar sis die dan? Iets gaat er niet goed. Ga ik eerst even mijn... Wow, niet te veel. Kijk, nou loopt de olie er in één keer uit. Dus dat betekent dat er nu wat gaat gebeuren. Dus die doen we even dicht. Ah, en ik heb al zo'n schurfhekel hier aan. Dit loopt er al uit. Alleen, we hebben dus ergens een lek. Lijkt achteraf. Dan moet ik even kijken wat daar de oorzaak van is. Even zoeken. Aan die kant. En ik zie al waarschijnlijk waar het zit. Komt niet vaak voor, maar deze remleiding is niet goed gemonteerd. Deze remleiding is niet goed gemonteerd. Dat is even jammer, want dat betekent dat er iets fout is gegaan. Beter nu dan later, want ik zie dat hij ook al behoorlijk lekt. En overal de rotzooi. Dat gaan we dan maar verhelpen. Dus, even een klote momentje. En beter nu dan later. Dat betekent dat ik eventjes de boel los ga halen. Even kijken, vleesstukje. Dat is even balen. Want dat betekent dat er echt iets niet goed zit. Terwijl ik juist liet zien hoe het moet. Ja, nou loopt de olie er doorheen als een idioot. Zo. Gaan we die even loshalen bovenaan. Nou, ik heel veel los trekken. Als we schroeven draaien. En dan laat ik jullie nog wel zien hoe het moet. En dan gaat het toch fout. Dan ben ik eigenlijk niet zo van gecharmeerd. En dit zijn de momenten waar ik niet vrolijk van word. Alles zit onder de remolie. En dat blijft lekker. Dus daarom heb ik doeken bij de hand. Oh, moet kijken, het lekt er allemaal uit. Vieze benden. Dan gaan we eens even uitzoeken wat er mis mee is. Ik laat hem even uitlekken. Ik kan er niks aan doen. Alles onder de remolie. Gelukkig kan Groom de thee. En zal je net zien, nou blijft hij lekker. Vader Vieserik. Hier was ik ook niet op voorbereid.
En daar was de bovenste, is niet goed. Gaan we die even loshalen? Het kan me zo zijn dat ik een nieuwe leiding moet maken. Ik ga het even stoppen en even de zaken nalopen. Want dat ga ik even niet filmen, want dat kost me te veel tijd. Tot later.